Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar voor van de heer Servat. Meneer Servat, goedemiddag. Goedemiddag. Namens de parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Met een onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties en naar de incidenten die daar plaatsvonden. Daarom willen we weten wat er gebeurde, hoe dat kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons op derivaten. Al of niet in betrekking tot Vestia. En in dat verband, meneer Servat, wordt hij zelf gehoord als getuige. Verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even opstaat. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Servat. Neemt u plaats. U kunt de microfoon aan laten staan de hele tijd. U laat zich bijstaan door de heer Vermeulen, zie ik. Ik verzoek u zelf de antwoorden op de vragen te geven. Meneer Servat, u bent verantwoordelijk voor het zekerhedenbeheer bij ING. Vanuit die rol bent u ook betrokken geweest bij de coöperatiesector in het algemeen, bij Vestia in het bijzonder, als relatie van ING. In de zomer van 2009 zag ING grote risico's in de organisatie, beleid en derivatenportefeuille van Vestia. En het daaropvolgende contact met Vestia heeft die zorgen bij ING in ieder geval niet weggenomen. Het heeft er zelfs toe geleid dat ING gestopt is met het verkopen van derivaten aan Vestia en dat de relatie uiteindelijk volledig is beëindigd. Terwijl ING toch een van wat we noemen de huisbankiers was van Vestia. Meneer Servat, voordat we het over Vestia zelf gaan hebben, even wat meer algemeen over ING, derivaten en de coöperatiesector. Kun u kort vertellen wat precies uw rol is binnen ING? Ja, dat kan ik. Ik ben verantwoordelijk, zoals u zei, voor zekerhedenbeheer voor de financiële markten. En dat houdt dus in dat alle producten die ING handelt met klanten, met internationale counterparties, banken, investment banks, dat we daarvoor dagelijks zekerheden uitwisselen. Dat kan zijn in de vorm van cash, dat kan zijn in de vorm van staatsobligaties. Dat doen wij op diverse plekken in de wereld, maar ook in Amsterdam. En dat proces mag ik organiseren voor ING. Als we dan kijken naar de organisatie van ING, welke afdelingen of mensen komen we dan nog meer tegen als het gaat om contacten met woningcoöperaties? Dan praten we sowieso natuurlijk over de front office, de mensen die de derivatentransacties afsluiten. Maar ook onze afdeling juridische zaken, risicomanagement. Relatiebeheerders die in de regio's contact onderhouden met woningcorporaties. Kijk even naar die meneer van dienstverslag. Is dat duidelijk genoeg? Misschien kunt u iets meer in de microfoon of een klein beetje ook naar beneden. Nee, u kunt dat ding iets meer naar u toe misschien. Nee, ik bedoel dit ding iets verder naar beneden. Oké, sorry. Precies, en dan ietsje dichterbij. Prima. De jaren 2008 en 2009 was toen de markt voor woningcorporaties een belangrijke voor ING? ING had veel woningcorporaties als klant inderdaad. Dus wij deden zaken met, zeg maar, over heel Nederland bestaan er woningcorporaties. En
Nou, daar deden wij zowel zaken op het gebied van derivaten als andere bancaire producten mee. Was er een breed palet van type derivaten wat ING bij corporaties wegzette? ING heeft voornamelijk simpele derivaten transacties gedaan met woningcorporaties. Moet u denken aan renteswaps en een zeer beperkt aantal swaptions op een totale portefeuille van ongeveer 160 transacties als we even terugkijken naar ongeveer 2 jaar geleden. Oké. Voordat een klant zoals een corporatie zo'n derivaat kan afsluiten, wordt er eerst over het algemeen een master agreement gesloten, een zogenaamde ISDA, dat als kader geldt voor de latere derivatentransacties. Herkent u dat? Klopt dat ook bij ING? Ja, bij ING heeft ook ISDA overeenkomsten gesloten. Dat hebben wij ook met Vestia gedaan, maar ook met een aantal andere woningcorporaties hebben wij die type master agreement inderdaad afgesloten. Voordat zo'n ISDA master agreement wordt afgesloten, wordt dan nog over die voorwaarden van zo'n agreement onderhandeld met de klant? Nou, je moet ISDA master agreements, die bestaan uit 2 delen. Een zogenaamde echte master, dat is een raamovereenkomst. En dan heb je een zogenaamde schedule. En in die schedule wordt inderdaad specifiek maatwerk voor de type instelling waar je zaken mee gaat doen, worden bepaalde condities overeengekomen. Kun je daar wat voorbeelden van geven om dat een beetje schildering te geven voor de commissie? Nou, voorbeelden zijn dat je bepaalde ontbindingsrechten wilt overeenkomen met bepaalde partijen, waaronder ook met woningcorporaties. Of er bijvoorbeeld, ik zeg niet dat die clausule in het contract met Vestia stond, maar ik weet dat er bijvoorbeeld clausules zijn dat mocht een woningcorporatie onder specifiek toezicht worden gesteld van het WSW, dat dan potentieel een ontbindingsgrond zou kunnen zijn voor de masterovereenkomst. Zulke soort clausules werden opgenomen. Dan meteen even op intaken. Zo'n clausule, was die bij alle marktpartijen bekend? Was het toch? Nou, ik weet niet of ze bij alle marktpartijen bekend waren, maar ik weet dat het te doen gebruikelijk was om zulke soort clausules in bankaire ISDA master agreements op te nemen. Is het WSW dat ook? Het WSW toetste de ISDA masters die met banken werden afgesloten. En het WSW zat ook in een traject waarin zij specifiek volgens mij hebben aangegeven dat zij akkoord waren met het afsluiten van ISDA masters met banken. Dus ze hadden zelfs op hun website een overzicht van de type master agreements die woningcorporaties konden hanteren voor het doen van zaken met banken. Waaronder ook de ISDA master agreements. Ik krijg even een signaal dat u voor sommige mensen toch niet helemaal goed te verstaan bent. Misschien kunt u toch proberen iets harder te spreken. Ja. Of inderdaad iets dichter bij de microfoon misschien inderdaad. Dat waren de ISDA's, 2 delen. En er werd onderhandeld over die voorwaarden, ook over clausules dat die toezichtbeperkend konden werken, zegt u net. Althans, u had het over die voorwaarden. Op een gegeven moment wordt het gebruikelijk, heeft onze commissie begrepen, dat er ook een zogenaamde Credit Support Annex, een CSA, dan wordt toegevoegd aan zo'n master agreement of aan een derivatencontract. En in zo'n CSA worden de afspraken geregeld die betrekking hebben op de bijstandsverplichtingen op het moment dat derivaten een negatieve marktwaarde krijgen. Is dat een correcte schildering? Ja, dat is juist. Hè. Wat was nou de aanleiding en vanaf welk moment kwamen die CSA's opploppen? Wat was de aanleiding om ze te gebruiken? Nou, ik denk de aanleiding om ze te gebruiken is dat er van CSA's een risicomitigerende werking uitgaat. En vanuit het perspectief van de bank is dat iets waar je naar kijkt. En als ik even inzoom op de concrete casus voor Vestia, kwam dat aan de orde voor ING in januari 2008. Op dat moment er zowel vanuit ING-zijde als van de zijde van Vestia men het onderwerp CSA met ING wilde gaan bespreken. Dus. En het CSA, dat wilden ook alle banken? Voor zover ik weet is dat iets waar meerdere banken wel belang aan hebben gehecht. Ja. Kunt u voor de commissie kort toelichten wat nou de basisopzet van zo'n Credit Support Annex CSA is? Ja, de basisopzet van die annex is dat je derivaten die ontwikkelen een marktwaarde, die kan positief en negatief zijn. En wat je onder een CSA afspreekt, en dat is een document onder Engels recht, dat zodra er sprake is
van zeg maar, een marktwaardeontwikkeling, dat je dagelijks die marktwaarde met elkaar gaat verrekenen. Je kunt in principe diverse frequenties afspreken, maar het meest gebruikelijk is dat je dat op dagbasis doet. En een van de aspecten die je vervolgens ook in de CSA kan afspreken is een zogenaamd drempelbedrag. En dat drempelbedrag kan nul zijn en dat was het beleid van ING. Maar het kan ook een hoger bedrag zijn. Partijen kunnen in principe ieder bedrag overeenkomen. En in de casus van Vestia zijn dat voor diverse banken hogere drempelbedragen dan nul geweest. En dat is feitelijk dus hoe dat werkt. Dus zodra je een CSA met een drempelbedrag van nul afspreekt, als ING een positieve marktwaarde ten gunste van haarzelf zou zien, dan kun je voor €500.000 kun je die marktwaarde opvorderen iedere dag. Maar zodra een drempelbedrag is van 50 miljoen, dan zul je moeten wachten tot de 50 miljoen bereikt is. En dan pas op dat moment kun je die marktwaarde vorderen. Wat was een gebruikelijke drempelwaarde in zo'n CSA, bij derivaten met woningcorporaties? Nou, ik weet niet of je kan spreken van een gebruikelijke drempelwaarde. ING heeft altijd gekeken naar wat voor ons het beleid was. En wij hebben gehanteerd dat we een drempelbedrag van nul wilden stellen, zowel voor ING als voor de woningcorporatie. Maar we weten allemaal op basis van de verhoren en het dossier dat in het geval van Vestia veel hogere drempelbedragen zijn gehanteerd. Tot en met een eerder voor, wat ik recent hoorde, 200 miljoen bij JP Morgan. Maar bijvoorbeeld ook bij andere banken 150 miljoen of 100 miljoen. Vat ik het goed samen als ik zeg dat een corporatie in dit voorbeeld belang heeft bij een zo hoog mogelijke drempel, threshold met een duur woord, omdat het dan langer duurt voordat de zekerheden moeten worden afgestort bij een negatieve marktwaarde? Nou, ik weet niet of je het zo kan stellen. Ik denk dat je het ook kan omdraaien. En je kan ook stellen dat de woningcorporaties drempelbedragen van nul hadden afgesproken, dan was het veel eerder transparant geworden wat zeg maar de liquiditeitsverplichtingen waren onder de CSA's. Mm-hmm. En dan hadden de toezichthouder en andere instellingen hadden dit fenomeen eerder op zich af zien komen. Dat is rationeel geredeneerd, maar vanuit je belang van het niet al te snel willen toekomen aan het afstoten van zekerheden, werkt de logica dan wel zo dat je dan liever een hoge drempelwaarde hebt? Vanuit dat perspectief zou je dat inderdaad zo kunnen zeggen. Wat was het beleid van ING precies op dit punt? U zei net, u wilde nul. Ja, het beleid van ING was dat wij voor CSA's met partijen die investment grade gereed zijn, dat we daar een threshold van of een drempelbedrag van nul wilden hanteren, zowel voor ING als voor de wederpartij. Wat onze commissie heeft begrepen is dat ING regelmatig onderzoek doet naar bijvoorbeeld de regelgeving in een sector waarin u zich beweegt om zaken mee te doen. Is dat ook met de coöperatiesector wel eens gebeurd? Ja, dat is juist ja. We hebben in najaar 2007 hebben wij sectorstudies gedaan. En er was een interne discussie binnen ING over het beleid voor derivaten voor woningcorporaties. En een van de onderwerpen die daarbij aan de orde kwam was de due diligence op de legal vereisten voor het tekenen van CSA's met woningcorporaties. En daaruit bleek toen dat op basis van artikel 31 van de WSW-reglementen, dat je als bank gehouden was te controleren of een woningcorporatie, als die een CSA met jou zou tekenen, dat je dan in principe moest vaststellen of die woningcorporatie ook schriftelijke goedkeuring had ontvangen van het WSW. Voor wat precies schriftelijke goedkeuring? Nou, voor het afsluiten van de CSA, die in principe impliceert dat je van het vermogen van een woningcorporatie zekerheden gaat stellen. En dat is wat er feitelijk plaatsvindt. Dus dat wees het onderzoek van ING uit? Ja. Is daarover iets gecommuniceerd met het BSW? Over dat artikel 31 van hun eigen reglement? Nee, daar hebben wij niet over gecommuniceerd met het BSW. Je doet van tevoren je onderzoek naar van wat is vereist. Hè? En dit bleek uit dat onderzoek dat een van de vereisten was. En ja, dat was een objectief feit. En dat hebben wij meegenomen in onze oordeelsvorm. En hield wie eens wezig aan dat eigen artikel 31? Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. We begrijpen ook dat er regelmatig overleg is tussen banken en het Waarborg Fonds, het WSW. Mm-hmm. Waar gaat zo'n overleg over dan? Ik ben nooit bij zo'n overleg aanwezig geweest. Je hebt ook geen idee waar het over gaat? Nou ja, ik weet dat er regelmatig tussen banken en het WSW overleg was. Maar ik heb daar nooit notulen van ontvangen of me daar echt extreem in verdiept. Welke functionarissen van ING bijvoorbeeld gaan dan wel naar zo'n overleg met het Waarborgfonds?
Nou, we hebben binnen ING ook mensen die voor de publieke sector verantwoordelijk zijn. En een van mijn collega's die ging regelmatig naar dit soort bijeenkomsten. Dus mensen die voor bedrijven en instellingen en de publieke sector commercieel verantwoordelijk waren. Mm-hmm. Die zijn bij dit soort bijeenkomsten aanwezig geweest. Meneer Bashir. Meneer Servat, dan wil ik nu met u verder gaan naar de relatie tussen Vestia en ING. Wat voor soort klanten was Vestia voor ING? Was ING bijvoorbeeld de huisbankier van Vestia? Ja, ING was een van de banken waar Vestia zaken mee deed. Dus inderdaad, wij waren huisbankier. En was ING de enige huisbankier? Nee, ik denk dat ING naast een aantal andere Nederlandse banken ook zaken deed met buitenlandse banken. Ja. En hoe stond Vestia bij ING bekend? Was het bijvoorbeeld een professionele partij? Was als zodanig ook gecategoriseerd. En wat betekent het als een woningcoöperatie een professionele partij is? Wat houdt dat in? Nou, ik ben geen expert op het gebied van MiFID, maar zeg maar onder MiFID-regels dien je partijen te klassificeren, alvorens je derivatenzaak kan gaan doen. En Vestia stond bij ons bekend als in de context van de MiFID-regelgeving als een professionele partij. Ja, maar wat zou het betekenen? Stel nou dat Vestia geen professionele partij was voor ING. Wat is het verschil? Kunt u dat misschien... hoeft niet helemaal alles uit te leggen. Daar gelden dan weer andere vormvereisten voor. Maar misschien is het dan toch goed dat ik hier even benadruk dat mijn rol destijds risicomanagement en zekerhedenbeheer betreft. En ik ben niet de expert die, zeg maar... op het gebied van MiFID-wetgeving en vormvereisten, hoe handelaren dan exact zich dienen te gedragen bij een niet-professionele partij, dat is niet mijn achtergrond. Maar als ik zou zeggen dat het verschil dan is dat bij een professionele partij minder uitleg hoeft gegeven te worden over de risico's, klopt dat dan? Dat is juist, ja. In algemene zin, denk ik. Ja. Dan wil ik met u verder, want op een gegeven moment bestaat de wens om meer zaken te doen met Vestia, zowel vanuit de kant van ING als vanuit de kant van Vestia. Wat moest daarvoor gebeuren? Nou, wat daarvoor moest gebeuren was dat de heer De Vries die gaf aan dat ING kon meer zaken gaan doen met Vestia, maar dan zouden wij bereid moeten zijn om een CSA te tekenen met een hoog drempelbedrag, uit mijn hoofd gezegd rond de 50 miljoen. En toen hebben wij uitgelegd in een conference call in januari 2008 wat het ING-beleid was. Ja. En vervolgens vond meneer De Vries dat jammer om te horen. Vervolgens hebben wij nog wat achtergrondinformatie opgevraagd van waarom hij nu zo graag dat thresholdbedrag op een hoger bedrag wilde zetten. En toen deelde hij eigenlijk tot onze verrassing met ons... dat hij feitelijk niet de intentie had om collateral te gaan stellen. Dat was één. En twee, dat collateral hij... Collateral in zekerheden. Sorry? Collateral in zekerheden. Ja. Zekerheden te gaan stellen. Ja. En twee, dat hij zodra hij de drempelbedragen onder de CSA's bij banken bereik zou hebben, dat hij de intentie had om die te gaan heronderhandelen met die banken. Dus een nog hoger bedrag... te onderhandelen of eventueel die transacties te noveren naar een derde bank, een nieuwe bank. En toen wij dat horen, vonden wij dat toch dat het enigszins leek op een gevaarlijk spel. In de zin dat als je eenmaal een panel met banken hebt en je hebt die maximale drempelbedragen bereikt, dan kan je met je rug tegen de muur komen te staan en kan dat escaleren zoals het denk ik nu ook geëscaleerd is in 2012. Want u was betrokken bij het overleg? Tussen Vestia en ING. Ik was vanuit mijn verantwoordelijkheid voor zekerhedenbeheer, ben ik in januari 2012 gevraagd om bij een conference call te zijn met meneer De Vries, om het onderwerp van de CSA met hem te bespreken. En wat was uw indruk over de heer De Vries? Nou, mijn indruk was dat hij wist waar hij mee bezig was. Hij handelde in producten met Vestia waar hij denk ik begrip van had. En ook de type master agreements en CSA's die hij wilde afsluiten, daarvan begreep hij goed wat hij deed. Alleen wij hadden een andere visie op of dat prudent was of niet. En
Nou, daar verschilden we dus van mening over. Dus uiteindelijk heb ik toen geadviseerd dat we geen CSA met Vestia zouden gaan sluiten op de voorwaarden die Vestia wilde. Ja. En dat confronteerde, of dat resulteerde uiteindelijk in het feit dat banken hebben limieten als ze derivaten handelen met klanten. En onder de toenmalige limiet van ING kon een zeker zakenvolume gedaan worden. En doordat wij geen CSA gingen tekenen, konden we eigenlijk niet heel veel meer additionele zaken doen met Vestia. En werd daardoor als het ware automatisch het zakenvolume beperkt. Ja, want uiteindelijk is het dus geen CSA gekomen. Nee, we hebben geen CSA met Vestia. Kunt u ons een beeld geven van wat er nou zou gebeuren op het moment dat ING dat wel had gekregen en zij een drempel hadden gesloten van 50 miljoen? Wat zouden dan de consequenties zijn geweest? Nou, het is een beetje een hypothetische vraag, maar stel dat ING die CSA ook had getekend, dan waren wij onderdeel geweest van het panel van de swapbanks die zaken deden met Vestia. En dan had ING bij een marktwaardeontwikkeling van de swaps die wij met Vestia hadden gedaan, uitsluitend het recht gehad om zekerheden te vragen zodra de 50 miljoen bereikt was. Ja. Heeft u nog begrepen wat de reactie was van de heer De Vries toen hij afgewezen werd door u? Door uw bank? Nou, hij vond het jammer. Hij vond dat ING niet meeging in wat hij normaal beleid van de andere banken vond. Daar hebben wij kennis van genomen. En dat vonden wij prima. Dan wil ik met u verder naar 2008. Eind 2008 daalt de rente scherp. Mede als gevolg van de kredietcrisis en de val van Lehman Brothers. Een aantal corporaties met derivaten komen in problemen. In het voorjaar van 2009 komt het jaarverslag van Vestia over 2008 uit. Vormde het jaarverslag een directe aanleiding voor ING om te kijken naar de relatie met Vestia? Ja, daar is nog iets aan vooraf gegaan. U refereerde net aan een aantal ontwikkelingen in het voorjaar van 2009. In dat voorjaar waren er ook een aantal publicaties in het Financieel Dagblad met kleinere woningcorporaties die in de problemen waren gekomen door hetzelfde fenomeen van een CSA. En naar aanleiding daarvan heeft toen de directie Risico Management Nederland heeft een onderzoek gelast binnen ING naar de totale portefeuille van transacties, derivaattransacties met woningcorporaties. Ik werd toen gevraagd om specifiek naar de casus Vestia te gaan kijken. En naar aanleiding daarvan zijn we dus in het jaarverslag gedoken, maar hebben ook een aantal gesprekken plaatsgevonden met meneer De Vries om fact-finding te doen over zijn derivatentransacties en de organisatie daaromheen. En dat was in het voorjaar van 2008? Nee, dat was in het voorjaar van 2009. 2009, ja inderdaad, ja. En toen heeft u het jaarverslag bekeken. Wat viel daaruit op? Wat daaraan opviel was dat eind 2007, en het is al eerder in andere verhoren ook gememoreerd, eind 2007 was er nog sprake van een in the moneyness, dus een positieve marktwaarde voor Vestia van 25 miljoen. En een kalenderjaar later, ergo ultimo 2008, was er sprake van een negatieve marktwaarde voor Vestia van 762 miljoen. En als je dan kijkt naar de eigen vermogenspositie van Vestia, maar ook naar die absolute mark-to-market shift van 800 miljoen bijna. Ja, dat is echt een fenomenaal bedrag. En zodra wij dat vaststelden, heeft dat zeker ons tot onze zorg geleid. En is dat onderwerp van gesprekken geweest met Vestia. Ja, en u wilde, nadat u het jaarverslag had gelezen, gesprekken voeren met ING of met Vestia? Ja. Wat wilde u weten van Vestia? Nou, wij wilden weten onder meer, als je ook in de jaarverslag keek naar het productengamma wat Vestia door de jaren heen handelde, dan zag je steeds een uitgebreidere groep aan producten, zag je vermeld worden in het jaarverslag. En daar zaten ook meer en meer exotische producten bij. En wij hebben op enig moment gevraagd aan Vestia of zij daar toelichting op wilden geven, meer transparantie over de type producten die ze wilden doen. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Wij begrepen ook na lezing van het jaarverslag en gesprek met Vestia dat een externe accountant onderzoek had gedaan naar de organisatie rondom de derivatentransacties.
En we hebben toen ook gevraagd of wij als huisbankier een exemplaar van dat rapport konden ontvangen. Nou, toen zei meneer De Vries dat hij dat moest overleggen met meneer Staal. En uiteindelijk hebben wij dat rapport niet van hem ontvangen. En ja, al die omstandigheden... Ja, waarom denkt u dat u zulke rapporten niet hebt ontvangen? Want het was een rapport van de accountant. Hè? De accountant had het goed verklaard, de accountant van Deloitte. Maar u hebt uiteindelijk dat rapport niet gekregen. Correct. Hè? Wat denkt u dat daar de achterliggende reden is geweest? Nou, goed luisterend naar de verhoren de afgelopen anderhalf, twee weken, begrijp ik dat in dat rapport toch een aantal observaties stonden die je mogelijk niet met alle plezier met je banken deelt. Dus ik kan me enigszins voorstellen dat er van de zijde van Vestia wat terughoudendheid was over het delen van deze informatie met je banken. Ja, want dat gesprek wat ING met Vestia heeft gevoerd, dat was op 30 juni 2009. Aan de kant van Vestia waren de heren Staal, Wevers en De Vries aanwezig. U verwijst naar dit gesprek in een brief van 2 juli, twee dagen later. Mm-hmm. Was dat dan het eerste contactmoment met Vestia of zijn daarvoor nog contacten geweest met de heer De Vries? Nee, tussen april 2009 en tussen medio juni 2009 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met meneer De Vries. Ik ben niet bij al die gesprekken geweest. Ik was wel bij het gesprek op 30 juni zelf. Maar een aantal van mijn collega's hebben dus tussen april 2009 en juni 2009 hebben gesprekken gehad met de heer De Vries over het feitencomplex rondom derivatenzaak. Ja, want in die diverse gesprekken die u gevoerd hebt, heeft u zorgen geuit door middel van het opvragen van informatie. Dat kreeg u niet? Kreeg niks of wel wat? Nou, we kregen het jaarverslag, maar andere dingen die we vroeger kregen, hebben we niet ontvangen. Ja, maar ze hebben wel geprobeerd in ieder geval antwoord te geven op uw vragen. Kreeg u daardoor een beeld van de organisatie van Vestia? Wij hadden al een beeld van de organisatie van Vestia en met de antwoorden werd dat beeld nog duidelijker. Dus op zich... Kunt u dat beeld voor ons schetsen? Het beeld was dat zeg maar de groep mensen die naar derivaten keek bij Vestia een erg beperkte groep was. Dat was in concreto meneer De Vries zelf en meneer Staal die zeg maar de conformaties tekenden. En dat was ongeveer het duo... binnen Vestia die echt concreet zich met de derivatenzaken bemoeiden. En dat is ook zoals het zou moeten zijn in een goed functionerende organisatie? Maar dat is even mijn persoonlijke mening, dat als je ziet de omvang die derivatenzaken op enig moment bij Vestia kregen, dat een iets robuustere en uitgebreide organisatie daar wel op zijn plaats geweest was. De heer De Vries vertelde hier voor onze commissie ook... dat hij, voordat hij samen met de andere twee heren van Vestia het gesprek met ING had, dat ING al de relatie met Vestia had opgezegd in een telefonisch gesprek met hem. Klopt dat? Ja, dat is juist. ING heeft op 19 juni, onze kantoordirecteur in Rotterdam, die heeft contact gehad met de heer De Vries. En die heeft toen gezegd van, gelet op alle gesprekken die wij hadden gehad tussen april 2009 en juni 2009... dat ING zorgen had over de derivatenpositie en gelet op alle antwoorden en reacties van Vestia dat wij de relatie wilden beëindigen, dat was één. En twee, dat wij ook de derivatenposities die we op dat moment hadden, dat we die tevens wilden beëindigen. Ja, en dan was het gesprek van 30 juni zelf, waar ook drie mensen namens Vestia aan tafel zitten. Kunt u ons een sfeer schetsen van die bijeenkomst? Hoe ging dat? Ja, de bijeenkomst ging feitelijk als volgt. Bij de start van de bijeenkomst heeft onze directeur bedrijf en instelling, meneer Van Weijgerde, die bij dat gesprek aanwezig was, heeft een introductie gedaan en die heeft nogmaals uitgelegd wat de zorg van ING was en dat ING de relatie wilde beëindigen. En vervolgens vroeg de heer Staal aan ING of het mogelijk zo zou kunnen zijn dat ING de relatie wilde beëindigen om rendementsredenen of om andere redenen. Hij heeft toen uitgebreid uitgelegd wat voor type woningcorporatie Vestia was en dat het nogal een forse instelling was en erg rijk en de overheid was erg onder de indruk van de prestaties van Vestia en dus dat hij het allemaal niet zo goed begreep.
Ja, en vervolgens is het gesprek nog doorgegaan met zeg maar een soort de film terugdraaien over de besprekingen over de inhoud van de CSA. Daar verschilden partijen wat van mening over wat daarover besproken was. En aan het einde van het gesprek zei meneer De Vries, meneer Staal, sorry, dat hij de relatie met ING wilde beëindigen. Nou, ING vond het eigenlijk prima, want we hadden zelf al aangegeven dat we de relatie wilden beëindigen. En meneer Staal wilde dat ook, dus zulks geschieden. Ja, meneer Staal vertelde hier aan onze commissie dat hij zelf de relatie heeft beëindigd in dat gesprek. Mm-hmm. Maar u zegt nu van, ja, wij hadden het al eerder beëindigd, telefonisch doorgegeven. Ja, dat is juist. Ja, ook watgene wat Deer De Vries heeft verklaard. Kunt u voor ons nu kort samengevat de belangrijkste redenen noemen waarom die relatie uiteindelijk beëindigd is? Dus het gebrek aan het aanleveren van informatie. Gebrek aan aanleveren van informatie, maar dat is niet het enige feit. Wij kijken naar wat alle feiten bij elkaar. Ja. ING had zorgen over de praktijk die gehanteerd werd door meneer De Vries. Hè. Dus het afsluiten van CSA's, drempelbedragen hanteren en dan uiteindelijk hopen dat als dat maar ver genoeg komt, dat je toch over voldoende liquiditeiten kan beschikken om uiteindelijk zekerheden te stellen onder die derivaten. We hadden zorgen, zoals we ook in de brief hebben verwoord, de opzeggingsbrief van 2 juli, die hier al eerder is geciteerd, dat er sprake was van balansverlenging bij Vestia. Dat we zorgen hadden over het treasurybeleid van Vestia. En al die factoren bij elkaar hebben er voor ING toegeleid om de relatie te wijden. Ja, die brief die u net noemde, dat leidde weer tot een reactie van de heer Staal. Ja. Waarin hij onder andere schrijft op 14 juli 2009 dat ING onvoorbereid was en weinig kennis heeft. Wat heeft u met die brief gedaan? Daar hebben wij weer antwoord op gegeven. En wat vond u van de inhoud van die brief? Wat zal ik ervan zeggen? Wij hebben er kennis van genomen en voor de rest zijn we inhoudelijk op een aantal opmerkingen ingegaan en daar hebben wij het bij gelaten. En we hebben nogmaals in een tweede brief toen verzocht aan meneer Staal om zijn positie te heroverwegen en alsnog de derivaten die wij toen nog hadden uitstaan om die te beëindigen. En daar hebben wij daarna niets meer van vernomen. Kijk naar de voorzitter. Meneer Savat, even terug naar het begin. ING had als beleid geen threshold, geen drempel bij CSA's, als er sprake was van CSA's. U zei zelf ook net tegen de commissie dat een heleboel andere banken dat wel deden. Wat zegt dat naar uw professionele opinie over dat beleid bij die andere banken dan? Nou, ik denk dat banken maken hun eigen risicoafwegingen. En ik denk dat ze dat zeg maar de zogenaamde risk appetite bij financiële instellingen niet overal identiek is. Ik denk dat een aantal andere banken daar een ruimere gezichtsveld of visie op hadden dan dat ING dat had. Wij hebben zeker in die jaren en nog steeds CSA's gezien als een risicomitigerend instrument. Hè. En uit dien hoofde was ons beleid dat we de drempelbedrag op nul wilden stellen. En andere banken hadden daar een andere visie over. En die andere visie kan die bijvoorbeeld ingegeven worden door het feit dat je dan toch wat sneller en eerder dergelijke contracten kunt sluiten met bijvoorbeeld Vestia? Dat sluit ik niet uit. Nee. Kunt u ook nog iets zeggen of dat wat zegt over de zorgplicht van die andere banken jegens zo'n coöperatie? Nou, ik weet niet of zorgplicht over derivatenverkoop onmiddellijk gekoppeld is aan een drempelbedrag voor een CSA. Maar nou, nogmaals, wat ik wel denk ik van belang vind om te zeggen dat als we de film zouden kunnen terugdraaien en alle banken hadden een drempelbedrag van nul afgesloten met Vestia, ja, dan was bijzonder snel transparant geworden, denk ik, wat de gevolgen waren van de marktwaardeontwikkeling van de derivatenportefeuille van Vestia. Het jaarverslag 2008 van Vestia, uitgekomen in 2009, stond per ultimo 2008 die negatieve marktwaarde in van 762 miljoen. We hoorden ook dat die eerder in december een miljard negatief is geweest, zei de heer De Vries.
Die jaarrekening, waar daar iets overheen wordt gezegd over die waarde, hadden anderen daar ook een signaal aan moeten of kunnen ontlenen? Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, het is voor grote banken is het zeer gebruikelijk dat je jaarlijks een kredietrelatie reviseert. Hè? Dus dan kijk je naar de jaarcijfers van de onderneming. En ja, ik denk toch dat andere financiële instellingen ook zich hadden kunnen verdiepen in die negatieve marktwaardeontwikkeling bij Vestia en daar bepaalde conclusies uit hadden kunnen trekken. En ja, goed, daar moet iedere bank op zich zijn eigen afweging bij maken. Maar ING vond dat zorgwekkend en dat vinden we nog steeds. En zo heeft de afweging bij ING plaatsgevonden. En als we dan kijken naar het WSW, het Waarborgfonds of het Centraal Fonds als toezichthouder, hadden zij ook signalen moeten oppikken uit die jaarrekening? Nou, ik denk het wel. En volgens mij hebben ze dat ook gedaan, want volgens mij voorjaar 2009... heeft het WSW naar aanleiding van zeg maar de liquiditeitssteun die ze toen aan een kleinere woningcorporatie heeft moeten geven, is er een ronde gedaan langs de woningcorporaties in Nederland, waarbij de marktwaarde van derivaten ook aan hun gerapporteerd diende te gaan worden. En naar aanleiding daarvan ja, zullen zij dan ook van hun kant inzicht hebben moeten hebben in de marktwaardeontwikkeling van de derivaten bij alle Nederlandse woningcorporaties. En dus ook Vestia. Maar werd dat ingegeven door de negatieve positie in de jaarrekening van Vestia ultimo 2008? Nou, nee, ik denk dat het ik denk het had een combinatie kunnen zijn van en jaarrekening, dat is één. Hè. Maar ook het feit dat een aantal kleine woningcorporaties eind 2008 bij het WSW moesten aankloppen voor financiering van de zekerheidsstelling die zij aan hun banken moesten doen. Omdat ze daartoe zelfstandig niet meer in staat waren. Dus ja, het WSW had zich toen kunnen bedenken van er zullen woningcorporaties zijn die CESA's hebben afgesloten. Dat leidt tot bepaalde verplichtingen, liquiditeitsverplichtingen. Ergo, het zou handig zijn om daar transparantie en inzicht over te krijgen. Omdat er mogelijk meerdere woningcorporaties bij de WSW op de deur zouden gaan kloppen. En de Raad van Commissarissen van Vestia, die opdrachtgever van de accountant, zien uiteindelijk ook het jaarverslag. Ja, ik denk dat die daar ook kritisch over hadden kunnen zijn, of kritischer over hadden kunnen zijn. Meneer Bashir. Uiteindelijk waren weinige partijen kritisch over het jaarverslag 2008. U was het wel. U hebt zelfs de relatie met Vestia opgezegd. Kunt u aan ons uitleggen waarom u die zorgen die u had niet met andere partijen hebt gedeeld? Bijvoorbeeld met Waarborgfonds, de externe financiële toezichthouder of het ministerie van Financiën? Mm-hmm. Nou, binnen ING heeft dat inderdaad niet gedaan. De reden daarvoor is dat als je als bank een relatie hebt met je klant, dan geldt daar vertrouwelijkheidsaspecten. En als bank wil ING daarvoor staan, voor die vertrouwelijkheid. Dus ja, wij hebben niet de toezichthouders daarover geïnformeerd of andere derden. Omdat dat ziet op de vertrouwelijkheidsrelatie tussen een bank en een klant. En het gebeurt regelmatig dat je een klantrelatie of een bankrelatie met een klant opzegt. En daarover is het niet gebruikelijk dat we communiceren met toezichthouders. Ja, maar wanneer zou je dan wel kunnen communiceren? Of zegt u van het is voor ons onbespreekbaar, we communiceren nooit? Wij communiceren niet over een bank-klantrelatie. Ja. Ook als het bijvoorbeeld, ook als de situatie bijvoorbeeld heel erg is waarbij de trusserer de vrije hand heeft en onbeperkte mandaat heeft om op de beurs transacties uit te voeren. Met mogelijk grote financiële consequenties voor het Waarborgfonds en voor het Rijk en de gemeente. Dan nog zegt u, wij zullen niks, geen signalen naar wie dan ook zenden. Nou, de klant-bankrelatie is iets van iets waar klanten zeer veel vertrouwen in stellen. En daar moet je als bank voor staan. En ja, wij hebben gemeend dat dat een erg belangrijk aspect was. Als je achteraf de film terugdraait, dan had je daar mogelijk andere inzichten over kunnen hebben. Maar ik denk dat op dat moment in zomer 2009 voorzag niemand binnen ING dat Vestia binnen 3 jaar daarna opgeblazen zou worden. Maar ING vond het belangrijk op dat moment om afscheid te nemen van Vestia, omdat wij die verantwoordelijkheid wilden nemen. Dan wil ik met u nu verder naar de zogenaamde raamovereenkomsten.
in jargon ISDA's genoemd. Dat zijn overeenkomsten die banken met bijvoorbeeld woningcorporaties sluiten, waarbinnen dan weer derivatenovereenkomsten gesloten kunnen worden. En in een aantal van de clausules die in de ISDA's staan, staan ook beperkingen op die ervoor zorgen dat het toezicht belemmerd wordt. Mm. Op het moment dat de minister een aanwijzing wil geven of de toezichthouder wil ingrijpen, dan is dat niet altijd mogelijk door de clausules die daarin staan. En onze vraag is of ook zulke bepalingen in de ISDA's van ING stonden. Die zullen daar inderdaad in gestaan hebben. Ja. En waarom? Nou, dat is... banken hanteren een eigen beleid ten aanzien van wat kun je als optimale zekerheidspositie onderdeel van je contracten maken. En daar zitten dan clausules in die de bank beschermt. Hè. Uiteindelijk wordt er van banken verwacht dat ze prudente contracten afsluiten en dat ze de bankpositie optimaal beschermen. Particuliere bedrijven plaatsen deposito's bij banken en banken met die gelden plegen ze activiteiten. En derhalve is het ook te doen gebruikelijk dat je, als je contracten met derden afsluit, dat je daarin clausules en bepalingen opneemt die optimaal het belang van de bank... Ja. Stel dat een woningcorporatie zulke clausules niet in de ISDA wil, mm-hmm. Is dat dan bespreekbaar voor ING? Of zegt u van nee, dan kunnen wij geen zaken met u doen? In principe kunnen wij dan geen zaken doen. Dus u zegt dat op het moment dat er geen clausules in de ISDA staat die het toezicht belemmeren, dan kunnen wij geen zaken doen? Nou, er is binnen ING en maar ook binnen andere banken is er beleid ten aanzien van de master agreements. En dat beleid wordt gehanteerd bij het afsluiten van die contracten. En onderdeel van dat beleid zal inderdaad zijn dat er toezichtbelemmerende clausules in stonden. Maar dan kan de toezichthouder haar werk niet goed doen. Begrijp je dat ook? Er moet een balans zijn tussen de belangen van de bank behartigen versus de belangen van derden. En zoals ik u net uitlegde, de bank dient prudente clausules te hebben in zijn contracten die zo optimaal mogelijk het belang van de bank beschermen. Ja, want zulke clausules die staan ook bijvoorbeeld in contracten die aangegaan worden met multinationals bijvoorbeeld? Daar staan weer andere clausules in die op die beurt ook weer de belangen van de bank beschermen. Ja, maar nogmaals even, stel dat Vestia had gezegd van wij willen zulke ISDA's niet, waarin toezichtsbelemmerende clausules in staan, dan had ING gezegd van ja, dan kunnen wij geen zaken meer doen. Dat had inderdaad de uitkomst kunnen zijn. Ja. Maar dan moet dus een klant als een woningcoöperatie, die juist wel onder toezicht hoort te staan van de externe financiële toezichthouder, het Waarborgfonds, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dan kan die toch geen zaken meer doen met banken als die zich netjes aan de wet wil houden en dus ook het toezicht niet wil belemmeren. Mm-hmm. Dat is toch heel raar, meneer Seffat? Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Destijds, toen die overeenkomsten werden afgesloten, stonden die clausules erin en die werden door alle banken gehanteerd. En zoals ook al in eerdere verhoren is verklaard, zag Vestia dat als standaard overeenkomsten die zij dienden te hanteren om zaken te gaan doen. En dat heeft Vestia dus niet belemmerd om die overeenkomsten af te sluiten. Meneer Seffat, als u zo terugkijkt naar de ervaringen die ING, maar ook de financiële sector in de laatste jaren heeft opgedaan, wat vindt u van het gebruik van derivaten door woningcorporaties? Nou, ik denk dat woningcorporaties die derivaten in eerste aanleg natuurlijk gebruiken puur voor de hedging. Dus als zij variabel rentende lening afsluiten, dan kun je dat renterisico goed mitigeren door prudent gebruik van derivaten. Maar ik denk dat wat we inmiddels geleerd hebben, dat er veel gebruik gemaakt is van exotische producten, van producten die feitelijk niet juist waren en passend waren voor woningcorporaties. En dat onder meer tot het debakel bij Vestia heeft geleid. Ja, want we hebben begrepen dat de producten die voor de grootste negatieve marktwaarde bij Vestia hebben geleid, dat onder andere swaptions waren. Had ING ook zulke contracten met Vestia? Ja, ING had in totaal 8 transacties met Vestia. 6 plain vanilla renteswaps en 2 swaptions
transacties waren afsluiten met vesting. Zijn swaptions ook producten waar een woningcoöperatie iets aan heeft? Swaptions zijn ook producten die binnen een treasury beleid van een woningcoöperatie toegepast kunnen worden. Zijn niet per se agressieve producten, maar zoals al in eerdere verhoor is aangegeven, hè, waar was er ook sprake bij Vestia van bijvoorbeeld constant maturity swaps of index swaps die verkocht waren aan Vestia. En ik denk dat er met name die type producten erg funest geweest zijn voor Vestia. Ja. Er zijn ook beleidsregels gewijzigd. De beleidsregels van 5 september 2012 zorgen ervoor dat er regels zijn gesteld aan het gebruik van derivaten door woningcoöperaties. En nu staat daarin bijvoorbeeld onder andere dat het verkopen van financiële derivaten door woningcoöperaties verboden is. Ja. Dus zij kunnen nu niet meer swaptions verkopen. Ja. Wat vind je daarvan? Ik denk dat dat een juist beleid is. Ja, maar ING heeft ook, zegt u, 2 swaptions verkocht aan, of gekocht van Vestia. Dus dan had Vestia in feite de swaptions verkocht aan ING. U zegt nu van, het is nu goed dat het verboden is. Dus het was geen goede zaak wat ING heeft gedaan. Nou, ik wil niet zeggen dat het geen goede zaak was. Nogmaals, even terug in de tijd in 2008, toen ING de swaptions afsloot met Vestia, was het een product wat onderdeel was van de goedgekeurde productengamma, wat het WSW had goedgekeurd. Het was in die tijd geen ongebruikelijk instrument, maar als we inmiddels kijken naar wat zeg maar de swaptions tot gevolg hebben gehad, met name specifiek voor Vestia, dan denk ik dat het een juist besluit is van het WSW om nu die producten niet meer toe te staan en alleen nog maar heel plain vanilla instrumenten toe te laten voor het hedgen van de renteverplichting van de woningcoöperatie. En hadden we dit inzicht niet gewoon eerder kunnen hebben in de financiële wereld? Want dit is natuurlijk gekomen na wat er gebeurd is met Vestia, maar ING heeft een beperkt aantal swaptions gekocht van Vestia, maar andere banken hebben nog veel meer gekocht. Mm-hmm. Hadden we dit niet eerder kunnen weten? Ja, hadden, ik weet niet of je het zo kan zeggen, maar ik denk als je heel lang teruggaat in de tijd, dan hadden we ook door kunnen gaan met het verstrekken van vastrentende leningen door de Nederlandse Waterschapsbank en de BNG aan de woningcorporaties. En dan had dit hele fenomeen nooit plaatsgevonden en waar treasurers voor woningcorporaties geen hedging gaan afsluiten en waar geen rentederivaten gaan gebruiken. Dus in die zin, ik denk dat u gelijk heeft dat beter had gekund. Maar ja, er ligt denk ik een langere historie aan ten grondslag. Meneer Savat, die nieuwe derivatenrichtlijn van het kabinet uit september 2012, biedt die naar uw mening voldoende waarborgen dat coöperaties niet meer uit de slof kunnen schieten met verkeerde derivaten? Nou, ik denk inderdaad dat als de woningcoöperaties zich uitsluitend tot zeer eenvoudige instrumenten dienen te beperken, dat zeg maar excessen zoals die in het verleden zijn voorgekomen, dat die niet meer zullen kunnen voorkomen. Dat is 1. 2, wat ik wel denk is dat het erg belangrijk is dat toezichthouders in de toekomst zeer nauwkeurig blijven volgen wat de marktwaardeontwikkeling is van individuele derivaten en derivatenportefeuilles. Mm-hmm. Die zijn afgesloten door woningcoöperaties al of niet met het gebruik van een CSA, waardoor het toezicht en de transparantie over het gebruik van die producten beter zal worden. In die beleidsregels van september 2012, daar staat ook in als voorwaarde waaronder instellingen in het semi-publieke domein nog iets met derivaten mogen doen, daar staat in: in de derivaten mogen geen clausules worden gehanteerd die op enige wijze de uitoefening van het toezicht op de toegelaten instellingen kunnen belemmeren. U zei net ook tegen de commissie dat het gebruikelijk was om die clausules op te nemen in de ISDA's, de Master Agreements. Dat zijn die Event of Default bepalingen. Mm-hmm. Betekent dat, als het nu niet meer mag volgens de richtlijnen, dat dus coöperaties ook niet meer in staat zijn om überhaupt nog een ISDA af te sluiten met een bank?
Nou, het zou zo kunnen zijn dat als je kijkt naar de bestaande ISDA masters die er zijn met banken, dat banken zouden kunnen overwegen dat ze niet bereid zijn om die oude ISDA's te amenderen. Waardoor er toch, zoals ik denk nu ook het geval is, een beetje een padstelling is. Omdat enerzijds de woningcorporaties aan die nieuwe regels moeten voldoen. En anderzijds de banken mogelijk niet bereid zijn om die clausules uit de contracten te verwijderen. Dus. Wat betekent dat dan voor die bestaande contracten, is dat waar die clausules nog in zitten? Nou, die contracten bestaan zolang ze niet of formeel gewijzigd zijn of partijen overeengekomen zijn om die te beëindigen. Maar anders kunnen die tot in de eeuwigheid doorduren, om maar zo te zeggen. De facto, als ik u beluister, zegt u, ze lopen gewoon door, die ISDA's, voor zover partijen daar niet onderling een punt achter zetten. Correct, ja. Ze documenteren alle bestaande swaps die er nu zijn. Totdat die, stel dat er nog een renteswap loopt met een woningcorporatie die nog 30 jaar duurt. Mm-hmm. Dan is dat huidige ISDA master overeenkomst is nog steeds de overeenkomst die onderliggende swaptransactie blijft documenteren. Mm-hmm. Totdat er een moment komt dat partijen overeenkomen om die te amenderen of die overeenkomst te verwijderen, om maar zo te zeggen. Dat betekent dus de facto ook dat de nieuwe beleidsregels van september 2012 alleen zien op toekomstige derivatencontracten? Begrijp ik dat goed? Die zijn inderdaad van toepassing op toekomstige derivatencontracten, maar zolang de oude ISDA-overeenkomsten tussen de bank en de woningcorporatie nog bestaan, en die oude clausules staan er nog steeds in, die toezichtsbelemmerende clausules, dan zullen die voortduren voor iedere transactie die daarna gedaan is. Worden er überhaupt nog nieuwe contracten nu gesloten? Nou, voor zover ik weet is er sprake van een redelijke standstill in de markt. En worden er niet of nauwelijks nieuwe derivatentransacties afgesloten. Het woord is nog even aan de heer Groot. Dus er bestaat een padstelling en die standstill dat wordt ook veroorzaakt door die strijdigheid van de regelgeving met de nog bestaande ISDA's. Is dat de reden waarom nu geen transacties worden afgesloten? Betekent dat ook woningcorporaties hun rente-risico niet meer kunnen afdekken momenteel? Ik denk dat u dat juist ziet. Nou, dat is even van belang om vast te stellen. Ik had nog één vraag. Dat gaat over het contact tussen ING en Vestia. U vraagt transparantie over de portefeuille van Vestia. Dan wordt er vanuit Vestia gezegd, ja, ING wil ons concurrentiegevoelige informatie ontlokken. ING wil weten, die wil voor zijn eigen productontwikkeling informatie halen bij Vestia, om zo zelf beter te kunnen concurreren. Wat vindt u van dat argument? Nou, ik geloof niet dat de vraagstelling van ING was. ING heeft transparantie gevraagd op enig moment in voorjaar 2009... Over de toenmalige opbouw van de portefeuille van Vestia. En met name zeg maar een categorisering van de type producten die zij hadden afgesloten. Mm-hmm. En wij waren met name op zoek ook naar de producten met optionaliteiten erin. En wij hebben niet gevraagd, wij willen een detail hebben van iedere transactie. En wat daar de marktwaarde van is en met wie u die heeft afgesloten, met welke bank en hoe de conformaties daarvan uitzagen, dat hebben wij niet gevraagd. Wij hebben zeg maar op hoofdlijnen gevraagd of Vestia kon aangeven. En dat had niets met concurrentie of zeg maar inzage vragen wat niet prudent geweest zou zijn. Maar puur om een verdere beeldvorming te kunnen doen van hoe nou de portefeuille van Vestia was opgebouwd. En daarom wilden ze geen medewerking zijn. Dus u zegt dat argument klopt gewoon niet? Nee, dat is onjuist. Ja. Dank u wel. Dank u, meneer Groot. Meneer Servat, ik sluit deze vergadering. Dank u.